Alles is nagekeken. Dit theater is in principe veilig. Niet te veel hangen op die balkons. Maar voor de rest van... Nee, het is veilig. Het is veilig. Het enige wat je niet moet doen aan het eind, dat is dat ritmisch klappen met z'n allen. Daar heb ik daar sowieso een hekel aan. Weet je wel, dat Frans Bauer gedrag. Maar ja, ik heb er zo... En waar ik helemaal een hekel aan heb, en dat is net wel gebeurd, en dat gebeurt elke avond. En misschien, nou, dat u met z'n allen dan met 500 Amsterdammers gaat roepen: we want more. Gadverdamme, man. Dat komt zo hebberig over. Goh, sta ik me daar helemaal te geven voor die luizige 18 euro. En dan... Kom maar. En dan 500 van die types. Wie wil, we flikken toch op naar huis, man. Als het klaar is, is het klaar, ja. Ik zie altijd, ik bij een bakker kom. Ik bestel een half bruin. Ik reken af. Daarna trek ik hem over de toon. Ik doe er even een krentenbolletje bij, hè. Ja, nee. Goed. Dit is opgelost. Even kijken. Oh ja, nog één ding, maar dat is een heel klein dingetje. Er zitten hier 500 mensen in deze zaal. Ik heb even de vergunningen goed nagekeken. En er mogen officieel 489 mensen in. Nou, dat gaan we heel snel oplossen. Maar er gaat even 11 man uit en u gaat dat onderling even regelen. Doe maar... En u zult zeggen, jongens, is niet te zeiken. Er zitten hier al jaren 500 mensen in. Ja, dat was onder Paars. En ik ben dat gedoog spuugzat, kan ik niet zeggen. Ik zou niet zeggen, het is vol, maar het is wel druk. Kom maar. Nou, er moet gewoon even 11 man uit. Moet ik helpen? Dat we gaan selecteren op schoonheid, kan er zo een hele rij weg hier. En jij denkt dat het een grapje is, hè, schat?